Welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast van Wie is de Mol Pro. Ik bespreek de afleveringen en alle andere belangrijke informatie over Wie is de Mol met Dinant van WDM 2023 Hints zonder streepjes op Instagram. Ja, zonder streepjes. Zonder streepjes. Wat vond jij van de afgelopen twee afleveringen? Want we zijn natuurlijk alweer 2 weken verder sinds de laatste podcast. Zo. Ik vond ze wel mooi dat de opdracht 3 van aflevering 4, dat ook weer invloed had op aflevering 5. Dat vond ik wel leuk. Ja, dat dus met een soort poffertjes dat een aflevering doorging, ja. Ja, dat was ook wel een goede overlapping. Ja. Volgens mij begon aflevering 4, zo is even geleden hoor. Aflevering 4 begon volgens mij met die doolhof opdracht, toch? Ja, met het doolhof, ja. Nou, wat vond jij daar heel erg opvallend in? Ik heb heel veel dingen die ik heel erg opvallend vond. Dat Daniel als eerste wilde. Dat Nabil daarna ging en dat Porto tussen die twee ging die uit. Ja. En daarna ging Jure. En ik denk als Mol wil sowieso bij de eerste 3. Ja, dat denk ik zelf ook. Puur omdat ik op Daniel en Jure zit, maar ja. Dat terzijde. Jure die heeft de rolverdeling uiteindelijk gemaakt. Als eerst. Hij zei, jij gaat als eerst, daarna gaat naar Biel en daarna ga ik. Vond ik ook al heel erg verdacht. Van, goh, hij pakt het meteen op van, ik ben als derde. Oké. Be my guest, ga lekker derde. Ja. Daniel, daar zie je uiteindelijk ook dat hij nog meer pakbonnen pakt dan eigenlijk in de montage is laten zien. Ja, 4 of 5 of zo. Echt veel. Precies. En daardoor valt hij af. Daardoor wordt hij door de tegenstander ook gewoon ineens gepakt. En hoppa, al dat geld is weg. En hij werd op 2 minuten 22 gepakt. Ja. En als je 2 plus 22 doet, is dat 24. En dan zou hij de 24ste mol kunnen zijn. Ja. Nou, dat vind ik op zich wel eens een leuke theorie. Is die van Arjan? Nee. Oh. Deze keer niet. Oh, wacht, die was van jou, hè? Ja. Oh ja, die had jij gepost, dat weet ik nog wel. Nou, wat hadden we dan nog meer? Dan hadden we ook nog inderdaad dat de Porto werd uitgezet. Kan naar Biel ook zijn geweest van, goh, het ging per ongeluk. Het hoeft niet per se Daniel te zijn die hem uit heeft gezet. Is wel leuk. En dan kom je uiteindelijk bij naar Biel uit en die verdient heel veel geld. Die pakt heel veel pakbonnen en legt ze bij het begin neer. Zodat Jurre ze mee kan nemen. Jurre neemt ze mee. Dat vond ik ook wel raar. Ja, maar nog even iets. Er zit een shot in in de aflevering. Dan zitten ze bij in de control room. En dan zegt Jurre, iets is beter dan niets. Dat shot vind ik heel verdacht. Links of naar rechts? Iets is beter dan niets. Dus Nabil die loopt terug naar het begin, legt die pakbonnen neer. Vervolgens is Jurre aan de beurt, neemt die pakbonnen mee, rent het hele doolhof door, doet alsof hij heel fanatiek is, want Nabil zegt na afloop van Jurre's beurt dat Jurre heel fanatiek bezig was, heel hard ging rennen en zo. Maar uiteindelijk werd hij natuurlijk ook door de tegenstander omringd. En daarna gaf hij de control room, gaf hij de schuld, terwijl hij zelf die kant op liep. Ga naar rechts. Ja, straks dan komt hij hierheen. Stop je daar. Ja, hij komt nu hierheen. Waarom leiden jullie mij hier naartoe? En in de control room zegt ze alleen naar rechts, rechts, rechts. En vervolgens eindigt Jurre in een soort gangetje waar hij niet uit kan komen. En dan komt de tegenstander op hem af en dan is hij af. En dan hop, €450 weg. Ja. Ja. Ja, dat vind ik toch wel raar ook. Hij zegt maar even. Maar volgens mij, de control room was echt heel rommelig in die opdracht. Allemaal. Klopt. Nog iets over control room? En dan gaan we even naar Anke. Heel, heel, heel gek. Anke staat te lachen. Wacht, ik stuur jou even een foto in de chat. Ja. En dan kunnen we daarover babbelen. Kijken. In dit shot staat iedereen vol verbazing te kijken naar Jurre die opgesloten zit. En Anke staat helemaal te stralen. Oh, helemaal gewoon. Ja, dat is... Ja. Dat is zo gek. Dat vind ik dat is wel heel erg raar inderdaad. Ja. Maar ja,
mij lijkt ze sowieso geen mol. Niet? Als Anke de mol is, zo, dan is het een goede mol. Dan is het gewoon een Merel Westrik 2.0. Ja. Maar ze verdient te veel. Dus dat denk ik inderdaad gewoon niet. Ik ben even de aflevering door aan het spoelen. Daarna hadden we de opdracht met de... Bad-eend. Met de bad-eend. Daar valt op. In het begin dat Aniek en Daniel zitten bij Rick aan de tafel. En Daniel die seint iets met zijn handen. M-O-L. Precies M-O-L. Die was gevonden door... Mollenjagers. Nee, volgens mij ook iemand anders hoor. Iemand anders had die volgens mij eerst gevonden. Maar in ieder geval, het was een hele goede hint. En natuurlijk erg verdacht. Maar ja, wil je als mol in het vliegtuig zitten of als mol met de bad eend? Waar kan je het geld mee verdienen? Met de bad eend. Dus het lijkt mij 100, meer dan eigenlijk 99% zeker dat de mol bij het bad eendje zat. Ja, dat lijkt me ook. Kijk, als je Daniel bent... Daar kun je ook uiteindelijk de vraagteken maken. Ja, en als je de mol bent en je zit in het vliegtuig, je kan je natuurlijk het enige wat je kan doen is heel laat aankomen. Maar dat gebeurt ook niet echt. Hij vliegt er al overheen vrij vroeg. Kijk, hij had kunnen zeggen van, vlieg nog maar even een paar rondjes, ik kom aan het einde wel langs vliegen. Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Nee. Dus dat vind ik. Nou, dat denken we dat hij dat niet gedaan heeft, hebben we niet gezien. Ja, oké, dat denken we inderdaad, ja. Ja, dat is wel zo bij elke mooractie. Wat ik nog wel weer gek vond, heel veel bad-eentjes. Ja, heel erg veel. En ook met die visnetjes en zo, ik vond het allemaal wel een beetje gek. Ja. Ik snap nog steeds niet waarom het dan per se op Jurre slaat vanwege de wereld draait door. Ik vind dat vind ik zo ver gezocht zelf. Ja? Ja, het is ook wel raar. Ik zou het mooi zijn als het klopt uiteindelijk. Ja. Dan, nou, de band ging ook nog lek van de bad-eend. Ja. Degene die het dichtst bij de bad-eendje stonden waren Anke en Jurre. Ook. En als we goed op de grond kijken, zien we achter naar Biel, zien we iets liggen of zo. Ik weet niet wat het is, ik kan het niet goed zien wat het is. Het kan zijn dat daardoor de band ook lek is gegaan. Maar ik vind het toch ook wel knap dat geen enkele kandidaat ook even achter de bad eend kijkt of er iets ligt. Hebben ze dat niet gedaan? Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn daarna gewoon... Dat is wel heel erg... Ja, waarom zou je dat niet doen? Ik zou dat wel doen. Dat is toch het eerste waar naar kijkt? Ja, precies. Maar... Ja joh, gek allemaal weer. Maar ja, wat denk jij? Zou de mol hier expres de band hebben lek gemaakt? Nou, ik denk niet dat je het per se lek maakt, maar ze wel tijd trekken. Ja. Ja, het kan natuurlijk ook gewoon heel erg goed toeval zijn geweest dat hij lek is gegaan. Ja. Dus het blijft natuurlijk een beetje in een berg. Maar stel... Want er zijn twee theorieën voor. De mol wil natuurlijk niet aankomen, want daardoor wordt er ook 0 euro verdiend. Maar de mol kan ook zichzelf fanatiek voordoen door te zeggen van kom, we gaan door. En uiteindelijk de envelop openmaakt. Ja. Kan ook nog zo zijn dat hij allebei heeft geprobeerd. Dus dat hij de band heeft lek gemaakt en de envelop heeft geopend. Zoveel mogelijk tussendoor ook... en dan lukt het toch en dan de vraagteken. Precies. En dat was Jurre, die deed dat. Al vind ik Jurre er vrijwel dik bovenop liggen na afgelopen aflevering, aflevering 5. Maar daar zijn we nog niet. Daar gaan we zo over verder. Is kromzant mee. Precies. Nou, toen hadden we de bad eend gehad. Gezellig. Toen viel het nog op dat Jurre maakte natuurlijk de envelop open en zo. Net te snel maakte die hem open totdat Aniek iets zei. Wat ook nog opvalt, is dat nadat die envelop geopend is, dat Jurre zegt, hallo, dat Soy in de telefoon zegt, hallo, tegen Aniek. Dat vond ik zelf ook nog best wel benoemenswaardig. Dat is wel dan pas nadat die geopend is. Ja, nadat die geopend is, zegt Soy, hallo, in de telefoon. Dat is heel gek. Ja, maar Soy. Ja, Soy is het ook niet hoor, jongens. Is Soy het? Zou Soy het kunnen zijn? Hij zou het kunnen zijn, maar. Hij zou het kunnen zijn, maar.
Toen kwamen we bij de test uit. Heel veel mensen vonden het vreemd dat Aniek blijkbaar op Daniel zat. Maar dat is puur op één vraag. Wat is de geboorteplaats van de mol? De enige die zij weet is Luxemburg en dat is die van Daniel. Toevallig. Ik denk dat zij op random is gegaan. Vol op random is gegaan. Dat komt ook door de vorige afleveringen. Ja, ze zat op de vorige aflevering al heel de tijd op Ranomi. En nu zit ze er denk ik gewoon vol in op Ranomi. Een ander iets zou nog kunnen zijn Nabil of Soy. Die drie zijn potentieel waarop ze zou kunnen hebben gezeten. Dat. En wie denken we dat het roze scherm had gehad? Ik denk Soy. Ja? Ja. Ja, ik zit ook een beetje te twijfelen tussen Dania, want normaal is hij echt haantje de voorste en nu best wel veel op de achtergrond. Ja, dat is zo, inderdaad. Raar. Ja, vond ik ook wel een beetje maar raar. Toen die ook hoorde dat de enerzijds er dan uitging, was hij ook een beetje van, oh kut, misschien dan toch. Ja, maar dat ben je denk ik ook wel als mol, hoor. Ja. Dat zou je wel kunnen acteren als eventueel mol zijnde. Denk ik. En wil je weten wie in aflevering 4 vraag 13 invulde? In de test wat we hebben gezien? Ja. Ranomi vulde vraag 13 in. Oh ja, ja. Heb je niks aan, maar toch leuk. Nou jongens, jullie horen het. Ranomi vulde dat. Nou, fun. Ja. Molgeld kwam natuurlijk ook als eerste weer in de aflevering. Daar heb ik een beetje research naar gedaan en zo. En ik zag er ineens tekst op staan. Ik was bezig met het video editen. En ik kwam die shots tegen en ik zag hele gekke Afrikaanse teksten op staan. Dus ik denk, nou, wat gebeurt er als ik het in Google Translate gooi? Toen kreeg ik iets van, wat was het nou? Iets met een fotowedstrijd. Toen dacht ik... Fotowedstrijd. Ik dacht aan het perfecte plaatje. Daar heeft Soja mee gedaan. En Ranomi gaat daar nog aan meedoen, hoorde ik van bronnen buiten Wie is de Mol. Ik weet niet of dat klopt, maar toch. Of ik dacht meteen aan de fotoopdracht waarbij ze foto's moeten maken. Ja, dat lijkt me dan net weer iets logischer qua... Klopt. Maar fotowedstrijd kreeg ik eruit. En toen dacht ik, ja, maar het was niet echt een wedstrijd. Dus ik snap niet helemaal wat die tekst nou bedoelt. Ik kan de helft ook maar lezen van die tekst. De rest staat allemaal door het vingerafdruk heen. En dan kan ik niet goed lezen wat de tekst nou is. Qua letters. Dus mocht je deze podcast luisteren en Afrikaans kunnen ja. Laat even een DM'tje achter op Instagram. Of mail me eventjes op timyouture@outlook.com. En de andere tekst, dat was... Zou het goed zijn voor de tijd van het doden van geschiedenis? Vraagteken. Ja, klopt inderdaad, ja. Wat ga je daarmee doen? Ja. Ik snap niet helemaal wat ermee bedoeld wordt. Maar er zijn natuurlijk 5 Afrikaanse talen. Ja. En dit was iets van Zulu of zo, volgens mij. Ik weet niet meer precies wat het was. Zulu of iets met de A, ik weet niet meer. Maar ja. Nou, dat dus. Toen was het natuurlijk een hele interessante eliminatieopdracht. Want er zijn ook nog shots uitgeknipt tussen Daniel en Jurre. Dat is echt heel raar. Je hebt eerst shot 1, dan heeft Daniel niks. Shot 2 heeft Daniel ineens het koffertje met 2000 euro. En shot 3, Daniel heeft weer niks. Heel gek. Het is gewoon raar. Een beetje met multicam geëdit. Want de ene keer had Jurre ook weer 2000 euro en de andere keer had hij weer niks. Ja, precies. En eerst koffertje daar niks. Dat was echt heel raar. Ja. En voor de rest, ja, Anke ging natuurlijk alles verdelen. Stel Anke zou de mol zijn, dan zou ze een hele goede mol zijn, blijf ik zeggen. Ja. Want echt... Want ze heeft alsnog die 2500 euro heeft ze eruit gespeeld. Klopt, en ze wordt het minst verdacht, hè, van heel Nederland. Ja. Maar ja, toch blijf ik erbij dat ik niet denk dat ze het is. Ze zou het wel kunnen zijn, maar... Ja, klopt. Toolbach gingen we heen. Wat viel jou daarop? Bij de eerste opdracht?
Ja, bij de eerste opdracht. En dan vooral waar zou de mol zitten en waar niet? Nou, ik denk sowieso, als mol wil je wel meedoen aan de opdracht. Dus Soy en Nabil streep je eigenlijk af. Ja, die streep je dus eigenlijk een soort van af. Maar in principe, het is ook de zaakjes maar 2000 euro. En klopt. Er kan al best wel veel fout gaan. Ja, klopt. En dus, ja, je gaat als mol niet stilzitten, lijkt mij. Nee. Dat je als mol inderdaad gewoon de opdracht mee zou willen doen. Ja. Dus eigenlijk vallen in deze... Ja? Ik denk dat je als mol wil je denk ik ook buiten staan, omdat je dan mensen ook verkeerd kan omschrijven. Ik weet dat Jure dat een paar keer heeft gedaan, dan zei hij bijvoorbeeld zwarte broek, maar dan had hij geen witte broek of andersom. Klopt, Jure was vooral ook best wel veel aan het improviseren, kreeg ik het gevoel van. Dat hij een beetje dingen aan het doen was wat eigenlijk niet eens nodig was. Hier zegt hij bijvoorbeeld, ik heb nu een shot. Daar zegt hij wat die man allemaal aan heeft, dat hij een puntig baardje heeft. Maar dat is helemaal niet nodig. Het deed me ook een beetje denken aan die actie van Rob Dikkee op die parkeerplaats. Dat hij dingen andersom ging opnoemen. Oh ja, ja. Ja, dat, ja, inderdaad. Daar leek het ook wel een beetje op. Ook nog een goede anti-mol-actie naar Ranomi vooral. Zij schreef namelijk dingen op het plattegrondje op naast de stoelen. En daar schrijft ze op hoe de mensen eruit zien. Ja. Ja. Dat zou je als mol absoluut niet willen doen. Nee, precies. Het kan zo zijn dat Daniel alsnog de mol is. Maar dat Ranomi druk op hem uitoefent, dat hij ook moet schrijven. Want hij schrijft uiteindelijk schrijft hij ook iets op. Ja. Dus dat is wel een hele goede anti-mol-actie naar Ranomi. Dus Ranomi is eigenlijk voor mij ook geen mol meer. Voor mij eigenlijk valt iedereen af behalve Jure en Daniel. En waarom valt Anker voor jou af? Te fanatiek. Niet veel hints. Helemaal, volgens mij echt vrij weinig hints trouwens. Ja, dat klopt. Heb jij hints voorbij zien komen die richting Anker gaan? Ja, dat ze de eigen naam, dat je niet zag dat ze de eigen naam intypte, maar verder ook vrij weinig. Oh ja. Ja, oké. Okay. Ja, maar er zijn echt heel veel hints naar Daniel die ik... Er zijn best wel wat hints naar Daniel die ik echt heel sterk vind. Ja. Maar er zijn ook echt een aantal die ik, waarbij ik echt denk van ja, dit is geen finale hint. Ja. Je hebt bijvoorbeeld in aflevering 1, als ze de rol horen, heb je het mol logo in beeld bij Daniel. Dat vind ik bijvoorbeeld een sterke hint. Ja, net zoals bij Vrouwtje zag je die. Ja, precies. Maar Vrouwtje is natuurlijk die afgevallen. Waren in, waar waren ze bekendgemaakt? Haarlem? Ja, in Haarlem 023. 023, ja, de mol van seizoen 023. Ja, misschien. Ja. En dat was ook de code WDMH die wij moesten invoeren bij de bekendmaking van de kandidaten. Ja. Ja. Maar dat is aflevering 1. Toen gingen ze controleren of iedereen goed zat en zo. Nou, bleek natuurlijk helemaal niet zo te zijn, want Jure heeft flink gemold. Ja. Daarna valt er mij nog iets op, waardoor ik nog meer in Jure schiet. De penningmeesterschap. Ik zal het even stap voor stap uitleggen. Rick die loopt binnen en die pakt zijn geld eruit. En die zegt, hier heb ik het geld. Aan wie zou ik dit geven? Heel veel twijfeling zie ik. En uiteindelijk krijgt Anke natuurlijk het geld. Maar Jure doet net zijn handen soort voren dat hij bijna al wilde aanpakken. En Rick reageert daar ook heel erg op. Heb ik een beetje gemerkt. Hij schuift heel... Ja, ik ben er nog. Oh, hij ging ineens opnieuw verbinden of zo. Oh, vreemd. Daniel is weer bezig. Alweer gewoon. Alweer. Jezus. Maar in ieder geval... Niet één keer normaal, Rick... Daniel. Kan gewoon niet normaal, inderdaad. Maar in ieder geval, Rick die pakte dus dat geld en zo. En hij ging een beetje heen en weer heel snel. En daarna, als hij wegloopt... Kijkt hij nog heel even één keer richting Jure. En dat vind ik ook best wel verdacht. Ja. En Jure zegt... Anke is voor nu penningmeester. Voor nu. Ja. Dus daar gaat nog wel een onderhandeling in komen, denk ik. Ja. Nou, daarna komen Soy en Nabil weer terug. Hebben ze allemaal verhalen over elkaar. Wat eigenlijk helemaal niet klopt.
Dan krijg je het bondje van Soy en Jurre samen. Het bondje, het praten over wat Soy weet en wat Jurre weet. Ja. Daarin valt op dat Jurre heel graag voor de jokers wil gaan. En bladibladibladibla. Ik ga niet voor geld, ik wil jokers. Oké. Okay. Uiteindelijk hebben ze afgesproken dat Jurre voor het geld gaat. Maar wat gebeurt aan het einde van de aflevering? Hij kiest een joker. Precies. En daardoor gaat er weer 2500 euro uit de pot. Ha, ja. Toch goed gedaan. En toch vind ik het raar dat ze echt al het geld ook bij het geldteken hebben gedaan en niet in een joker. Ja, klopt. Vooral bij Hanko en bij Jura. Ja. Ja, dat is wel een goeie dat je dat zegt. Maar dat hebben toch Soy en Nabil gedaan. Ja. Dus in dat opzicht is dat inderdaad wel vreemd. Maar ik denk niet dat één van die twee de mol is. Nee, dat denk ik. Want dan mis je een hele opdracht waar je eventueel zou kunnen mollen, waar geld verdiend wordt. Volgens mij kon daar iets van 2000 euro mee verdiend worden of zo. 2000, ja. Ja, dat is op zich nog wel wat. Ja. Dus het lijkt me niet logisch om als mol Soy of Nabil te zijn. Ja. En dan valt Daniel toch wel weer op, denk ik. Ja. Want in de eliminatieopdracht van aflevering 4 heeft hij uiteindelijk 2000 euro. Het koffertje met 2000 euro. Dat is niet het hoogste en dat is ook niet het laagste. Dus dat vind ik dan ook wel weer verdacht. Maar ja, die shots hebben we niet gezien. Nee, dat is echt helemaal kut eigenlijk gewoon. Ja, ik wil gewoon die shots zien. Ja. Want daar kun je echt heel veel uithalen. Waarschijnlijk hebben ze het ook daarom eruit geknipt. Ja, precies. Helaas. Het handschrift van de mol. Denk jij dat het handschrift van de mol is? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het zelf namelijk niet. Nee? Ik denk dat het gewoon een lettertype is. Ja, ik denk dat het gewoon een lettertype is. Als je heel goed kijkt naar alle letters, zijn ze eigenlijk allemaal... Nee, ik denk het echt niet. Het zijn gewoon dezelfde letters, bijna. Maar, ja. Nou, lichten knipperen, lampen knipperen, alles ging knipperen ineens. Gekke portretten van de kandidaten. Het is in ieder geval niet het handschrift van Daniel. Nee, klopt. Dat zou het eerder die van Ranomi zijn. Maar ja. Ik kreeg nog iets heel leuks opgestuurd. Ranomi deed uiteindelijk niet mee met de kistjes, toch? Ja. Nee, die deed niet mee. Ja, klopt. Het kan zo zijn dat de mol gewoon dacht van... weet je, ik doe gewoon lekker niet mee. Dat kost toch 2500 euro. Ja, nou ja. Want dat denk ik niet dat je dat de mol zou doen eigenlijk. Nee, oké. Okay. Maar... Want wat Jura en Daniel op deze opdracht hebben gedaan, hun hadden het verkeerde woord voor Ranomi doormorsen. Was het verkeerde woord. Ja. Waardoor het geld van Ranomi 2000 euro of zo niet verdiend werd. Klopt, en daar had Sien volgens mij iets over gezegd. Je ziet in een shot dat wanneer zij dat morsen aan het ontcijferen zijn, dat Jurre dat vooral het voortouw neemt. Ja. En dat is weer heel verdacht richting Jurre. Ik blijf in mijn Jurre-tunnel op dit moment. Ja. Ja, Jurre die zorgt ervoor dat hij zelf geen geld verdient. En die zegt tegen Anki, je moet een joker kiezen. Waardoor er ook geen geld verdiend wordt. Dus eigenlijk door Jurre wordt er het geld van Ranomi wordt niet verdiend. Zijn eigen geld en het geld van Anki wordt niet verdiend. Dat is 7000 euro. Ja, dat is echt heel veel geld. Dat is echt heel veel. Dat doet me gewoon... Ja. Bij de Mol België mochten ze bieden op een vrijstelling. En toen had de Mol van het jaar al 10.000 euro geboden. Daar deed het me wel een beetje aan denken. Ja, ja. Oh ja, inderdaad. Ja, dat weet ik nog wel. Dat is volgens mij ook vorig seizoen, of niet? Seizoen 9 of zo. Of dat seizoen, ja. Oh, dan is dat seizoen voor de voor. Met, die heb ik ook nog gezien. Ja. Lennart. Oh ja, Lennart, ja. Oh ja, toen ging Philippe dat volgens mij of zo. Boeien. Maar boeien, ja. Dat is de Mol België. Wat mij ook nog een beetje opviel. Soy. Even kijken, wie had nou Daniel? Had Soy nou Daniel of Nabil Daniel? Oeh. Nabil, hè? Nabil, ja, Nabil. Nabil, die vertrouwt Daniel heel erg door 2500 euro in zijn envelop te doen.
dan... Ja, weet je, kandidaten weten meestal meer dan wij, hè, qua kijkers. Zou je dan eventueel door basis van dat Nabil Daniel heel erg vertrouwd nog steeds in het spel zit, zou je hem dan heel veel geld geven? Stel, jij bent Nabil en je moet Daniel geld geven. En Daniel is kandidaat of Daniel is mol. Wat zou jij dan geven? Nou, ik denk dat ik hem dan 2000 zou geven. Ja, en die 500 zou je dan aan Ranomi in geven? Ja. Dat uiteindelijk niet verdiend is, maar ik zou dat eerder bij Ranomi krijgen dan bij Daniel. Ja. Ja, ik denk toch dat er iets is onder de kandidaten. Want ik merk ook in de testresultaten dat eigenlijk iedereen volgens de montage op Ranomi zit. Ja, en ik geloof er ook echt helemaal niks van dat iedereen op Ranomi zit. Nee, dat geloof ik ook niet. Kan nooit. Maar toch is dat heel gek. Ja, maar toch is dat best wel gek. Ja. Ondanks wat wij zien op tv, dat Ranomi heel erg fanatiek is. Gewoon geld verdient, terwijl andere kandidaten niks verdienen. En toch zit iedereen op Ranomi. Dat klopt niet. Dat klopt gewoon niet. Ja. Voor de rest had ik nog even iets geks over aflevering 3. Was het volgens mij met dat schip, toch? Ja. Die schepen. Dat was aflevering 3. Ik had nog iets over de afleveringstitel. Die afleveringstitel was Spelbreker. En iedereen die zocht wat nou achter dit. Met breken, pikhouwil, bladibladibla. Daniel, Jurre en Soy die aan het spelbreken waren. Nou had ik ook nog eentje die alleen naar Jurre wijst. Oh. Dat heb ik vandaag toevallig gepost. Dat is mooi. Even kijken, wie was het nou? Soy die breekt op een gegeven moment met een pikhouwil, breekt hij het ijs. En dan komt Jurre eraan en die pakt het ijs en die zegt, ik doe het even anders. Dus hij doet het zo met zijn handen, gaat hij dat ijs breken. Is hij dus eigenlijk een spelbreker? Want hij houdt zich niet aan de regels van het spel. Dus hij gaat het gewoon op zijn eigen manier doen. Ja, dat is wel een hele leuke. Mooie. Ja. En dan nog even nog iets over aflevering 3. Jurre die gaat namelijk op een gegeven moment, zegt hij schip. Als een van de eerste. En dat shot zit in de montage. Heel gek. Ja. Het lijkt alsof die gewoon deels is uitgeknipt ook. Ja. Want ineens heb je hebt dat shot die zegt schip. En dan valt die uit ineens. En dan heb je ineens Daniel die begint over het schip. Dus heel gek geëdit. Ook heel slecht geëdit, volgens mijn eigen mening. dan heb je ook nog Jurre die natuurlijk op zijn shirt een gevogelde had in het geel. Heel veel mensen zeggen, ja, dat hoort wel bij het bad eentje. Ja. Denk jij dat ook? Ik denk het niet, maar het zou heel toevallig zijn als hij dan precies dat shirtje dan wel heeft meegenomen. Ja. Maar het kan ook gewoon een random shirtje uit de kast zijn. Ja, volgens mij is het namelijk ook gewoon een vogel. Ja, het was gewoon een vogel, dacht ik. Ja, en meer bad eentjes heb ik ook niet gezien. Nee, ze waren gewoon op na die vijver in aflevering 4. Ja, het kan natuurlijk ook zijn. Ze zijn natuurlijk nu weer naar een ander stadje, toch? Tulbagh. Dus het kan zijn dat dan weer nu weer weg is of zo. Ander thema. Ja. Nou, volgende keer zien we dat ze een roadtrip gaan maken. Maar voordat ze die roadtrip gaan maken, moeten ze een test gaan maken. Ja. Denk jij dat er morgen om 10:00 een testvraag is? Of nou ja, voor ons is het morgen maandag om 10:00 een testvraag. Dus als dit, wanneer komt dit dan aan? Woensdagochtend, hè? Ja, woensdagochtend. Woensdag 8:00. Oh. Ik denk het niet. Nee, ja. Ik heb geen test gezien in deze aflevering. En dat is wel eens vaker geweest in jubileumseizoen ook. Toen op Elba. Ja, klopt. Maar ik denk misschien zelf nog wel dat er toch nog een testvraag is. Het zou namelijk kunnen zijn. Ik weet niet hoe ze het in de volgende aflevering gaan doen. Want ze maken ineens de test aan het begin van de aflevering. Krijg je daarna ook een eliminatie of niet? Nou, volgens mij zeiden ze dat ze eerst 15 vragen gaan maken. En volgens mij zijn er beeld toen dat de laatste 5 vragen er nog niet waren. Dus ik denk dat ze eerst de 15 testvragen krijgen. Daarna de roadtrip.
En daarna de vijf laatste vragen. Dat vind ik nog wel verdacht, want waarom de laatste vijf vragen weer overlaten? Misschien gaan ze die invullen en kunnen de andere kandidaten erachter komen wat die testvragen zijn of zo. Zo weet je. Of het kan zijn dat ze elkaar weer een loer kunnen draaien. Dat ze te horen krijgen over vragen van de 15 zo goed hadden. En dat ze dan uit die laatste vijf vragen kunnen ze iets anders ja, of zo. Ja, zouden ze geen doen? Idee. Ik hoop het niet voor ze, want dan is het wel weer, net zoals die eliminatieopdracht, één keer. 15 vragen goed, ja dan. Ja. Dat is toch ook wel. Oh, zo bedoel je, ja. Ja, lastig. Grappig. Ik ben wel benieuwd naar volgende week. Ik ook. Je ziet trouwens ook nog dat Ranomi ineens een joker op tafel legt bij de test. In de volgende aflevering. Echt? Zij legt een joker neer op het tafeltje. Van wie zou ze die hebben gekregen? Ja, van Nabil dan. Ja, dat lijkt me wel. Maar ja, waarom zou een kandidaat... Misschien dat het ergens op het schip lag of zo. Of ergens verstopt. Dat ze dat niet hebben laten zien. En dat ze, als ze het op tafel legt, dat ze dan een terugblik krijgen. Nee, toch? Nee, dat lijkt me ook niet. Het zou kunnen. Ik denk dat... Maar waarom zou je als kandidaat een joker weggeven eigenlijk? Ja. Als ik kandidaat zou zijn, zou ik echt geen joker weggeven. Ik ook niet. Maakt niet uit hoe zielig ik het vind voor anderen. Ja. Dat klinkt misschien heel gek, maar ik zou geen joker weggeven als ik maar één joker heb. Ja, net zoals Jure en Anke. Ik kies gewoon voor de joker. Ik kies geen geld. Ja, oké, precies. Maar dat vind ik toch anders. Ja, dat klopt. Want het zag er heel gespeeld uit door Jure. Ja. Want, ja. Maar ja, als mol kan je ook voor geld kiezen. Want je weet al dat Ranomi's kistje is er toch niet meer. Dus dan wordt er niet heel veel geld verdiend. Dat is ook weer lastig, want dan zit ik weer tussen Daniel en Jure. Makkelijk vliegen. Ja. Ja. Heel lastig. Ach ja. Ja. Wat vond jij van het landschap van deze aflevering? Heel mooi. Mooie sportafleveringen. Dinant op zondag 5 februari. Wat vond jij van het landschap? Ja. Heel mooi. Heel mooi. Heel mooi, ook gewoon alleen dat. Ja hoor, is goed. Ja. Ach ja. Maar ook gewoon mooi nog heel het seizoen al. Ja. Ja. Hebben we ook nog de biechttijden van aflevering 4 dan? Van aflevering 5 heb ik nog niet. Hierin valt op, als we alleen naar Daniel en Jurre kijken, dat Daniel 104 seconden heeft in aflevering 4. En Jurre 45 seconden. Oh. Ik denk dat in aflevering... Daniel dan. Ja, een beetje veel. En ik denk dat in aflevering 5 juist Jurre ineens heel veel heeft. Ja? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, het is ook heel gek om te zien dat bijna heel Nederland nu Jurre verdenkt. Die staat nu letterlijk bovenaan. Ja, gewoon iemand die boven de soort staat. Voor de eerste keer. Ja, maar dat vind ik dus ineens wel weer heel gek. Met 23%. Ja, 23. Ja, en 22 volgens mij weer. Ja, nu 23. Ach ja. Laat me even zoeken naar een gesprek die ik heb gehad met iemand die een beetje bij Wie is de Mol werkt. O jee. Ja, daar kwam nog iets uit. Kijk. Ik vroeg zo van, hoe gaat het ermee? Heb je wat info? Volgende aflevering valt er niemand af? Vraagteken, vraagteken. En Jure is de mol? Vraagteken, vraagteken. Of toch Daniel? Vraagteken. Wow. Toen zei hij, misschien word je zaterdag weer wat wijzer. Zei hij. Ja, en wie werd er deze aflevering heel erg meer verdacht door Nederland? Natuurlijk Jure. Ja. Nou, toen heb ik gestuurd echt weer zo'n standaard antwoord. Ik dacht, je wilt toch wel iets zeggen tegen mij alleen. Toen zei hij, wat denk je zelf, uitroepteken. Toen zei ik, ik ben een heel onschuldige molloot die af en toe wat post en af en toe wel eens een video maakt. Daar is toch niks geks aan. En ik zal natuurlijk beloven dat wat je ook zegt niet naar buiten komt natuurlijk. Punt. Ja, maar dat is toch oké. Okay. Toch riskeer ik niet de 250.000 euro. Toen zei ik, nou ja, de Bruna is er goed van afgekomen uiteindelijk, toch? Ik heb geen flauw idee hoe het afgelopen is, zegt hij. Ja, hoe is het? Ja, nou ja, raar.
Toen zeg ik zo, allemaal verdachte antwoorden komen weer uit jouw mond. Mag ik in je hoofd kijken? Toen zei hij, ik wens je er succes mee. Is het wel mogelijk om de mol te vinden in de vorige aflevering, vroeg ik. Hij stuurt een duimpje. Oh. Ja, een duimpje. Ach ja. Toen zei ik, is niet grappig, ik wil de mol weten, want hij moest lachen. En toen zei hij, nog 6 weken. 6? 6, ja. Oké. Nou ja, nu nog 5, maar... Nog 5, ja. Zit gewoon op de helft, imagine. Ja, we zijn nog gewoon over de helft, vind ik helemaal niet leuk. Nee, ik ook niet, want na Wie is de Mol is het gewoon weer geen Wie is de Mol meer. Maar goed. Dan hebben we wel weer een beetje alles besproken, denk ik. Of had jij nog opmerkingen of iets? Nee, weet je wat de mol is? Ja, denk je het echt dat Jure de mol is? Hij heeft gewoon €7000 weggehouden. Ja, is dat echt je eindoordeel? Ik heb zelf een anker. Ik ben benieuwd wat er de volgende aflevering gebeurt. Of Jure ineens weer veel minder verdacht is. Ja. Want het kan zo zijn, weet je, we zitten nu op de helft, dus nu hebben de makers weer tijd om het weer af te bouwen. Ik denk dat het elk jaar zo gaat van aflevering 1, de mol is niet echt zichtbaar. Aflevering 2, de mol is nog steeds niet echt zichtbaar. Aflevering 3, de mol wordt iets zichtbaarder. 4, iets zichtbaarder. 5, een piek ineens. Hij is ineens heel erg zichtbaar. En dan gaat hij vanaf aflevering 5 tot de bekendmaking, wordt hij weer steeds iets minder verdacht. Ja. Dat is het soort van zo in balans proberen te houden. Maar in ieder geval, ja, weet je. We gaan het zien. Ja, inderdaad. En voor meer hints en theorieën kun je natuurlijk ook naar onze Instagram gaan. En even de hints en theorieën checken. Daarnaast staat er nu al een video online op mijn YouTube kanaal. Waarin ik Jurre Geluk en Daniel Verlaan vergelijk met alles van de afgelopen 5 afleveringen. Zo. En hij is hier lang mee bezig geweest, kan ik je vertellen. Ja, ik denk dat ik er zelfs wel 7 uur mee bezig ben met alles erbij. En 7 uur is best lang. Dat is want ik ben nog steeds niet klaar. Dus ik denk dat het uiteindelijk 8,5 uur duurt of zo, deze video. Jezus. Ja, het is echt heel erg veel. Maar in die video vergelijk ik dus Jurre Geluk met Daniel Verlaan met afleveringstitels, biechttijden, hints en aanwijzingen, molposities, eigenlijk alles zo'n beetje. En dit was het dan eigenlijk ook voor deze week, toch Tienand? Ja. En volg deze podcast natuurlijk zeker, zodat je elke week weer kan genieten van een nieuwe aflevering. Of nou ja, bijna elke week inderdaad. In ieder geval bedankt. Bedankt dat je er ook weer was Tienand. Geen probleem, gezellig. Altijd. Geen probleem, gezellig altijd. Ja. Nou ja. jullie natuurlijk ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende keer natuurlijk weer. En wat zeggen we dan, Dinant? Doei allen. Zo. Oh, doei allen. Wat was het nou? Het is hoi allen en laters. Oh ja, laters. Laters en geen houdoe zoals Art. En geen houtdoel zoals Hart. Hallo.